Handboogschieten is al een aaie traditionele sport. Suranus bestaat al sinds 1927. Bisonvereniging duist niet alleen schieten, maar ze organiseren tal van andere activiteiten. Zoals het met de carnavalsoptocht meelopen, speurtochten en andere leuke avonden. Ook al bestaat de vereniging sinds 1927, een eigen verenigingsblad bestaat pas sinds januari 1995 en had toen nog niet eens een echte naam. Later kreeg het de toepasselijke naam Os Bleetje. Zaterdag 6 en zondag 7 juli organiseerde handboogvereniging Suranus de Limburgse teamkampioenschappen. Goedendag meneer Schatterjee, hoe zit het handboogschieten in elkaar? Welke regels zien er? Ja, voor schiet het op 24 meter met piel en boog. En de kind zijn maximaal 10 puntje rollen. Dus het middelste van het blazoen is geel en dat is dan de teen. Dat is dus het maximaal score, dat is de teen schieten. Iedereen heeft zijn eigen pielen, eigen boog. Dat is natuurlijk de kunst om elke keer hetzelfde doen en zodanig elke keer de maximaal score te willen halen. Organiseert je neven dit kampioenschap en nog andere activiteiten? We hebben nu wat vorig jaar gewonnen, we mogen dit organiseren als kampioen zijn, als titel haaier. We hebben zelf in september ook nog een concours, er komen nog 24 verenigingen. En in oktober van natuurlijk de Oktoberfeesten samen met de Harmonie. Tila Hendricks en Tini Fennings Hendricks van Suranus worden het weekend daarvoor allebei Nederlands kampioen. Tila wordt Nederlands kampioen veteranen tweede klasse en Tini Nederlands kampioen in de hoogste klasse dames en dit al voor de vierde keer. In eerste instantie van harte gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap. Ja. Dan heb ik een vraag aan u. Wie kom je eigenlijk op het idee als vrouw ziende een handboogclub te gaan? Nou ja, wie kom ik daarbij? Dit zit in de familie. Iedereen doet er met. Mijn vader is er met was. Mijn broer, twee broers zelfs. Dan heb ik er zelf een meisje gedaan, was de eerste dame die bij de handboog meedeed. En ze doen dus in mijn vinger de ogen voor me. Ik heb twee zonen en één dochter en dat is vandaag. Ja. En wieveel zullen ze eigenlijk moeten oefenen, wil ze dit eigenlijk echt goed in de hand hebben? Ja, op het moment oefen ik niet meer zoveel. Ik ga het gewoon alleen maar bij om een beetje vorm erin te haaien. Maar als ze begint met schieten, moet ze toch vrij veel oefenen. Twee, drie keer in de week. Ja, dan begint ze ook eens van op 10 meter te beginnen liggen. Maar dan is ze al op 25 meter te rijden. Maar dan oefenen ze toch veel. En veel wedstrijden schieten om echt veel ervaring met op te doen. Mm-hmm. Ja, dan krijgt ze dit resultaat dat ze echt bij de top van Limburg met kent. Als ze de schief niet heeft getroffen, geeft de piel er langs. Na de wedstrijden is het dan ook zeuke geblazen. Ja, kent je me eens precies vertellen wie zo'n boog nou werkt? Want er zitten toch allerlei dingen aan die ik zo niet ken herkennen van dit is een piel en boog. Ja, het voornaamste is natuurlijk het vizier, hoe ze met reeks op het blazoen. Ja, daar zit een korrel in. Sommigen hebben een korrel, dat kleine rode puntje. Anderen hebben gewoon een geitje alleen. Dan reeks ze met op de roos, op het geil deur. Ja, en voor de balans, de bogen en balans te kunnen haaien, daar zitten die stabilisators, noemen ze dat. Dat is gewoon voor de bogen en het balans te haaien als ze de piel los. En daar zit een klikker op. De piel die komt hier op die tof te liggen. Die gaat dan hier even zijn button af. Het is afgesteld dat de piel altijd fijn recht doorvliegt.
En dan komt dan achter de klikker en als hij klik zit, dan moet je de pijl loslaten en hopen dat er dan een teen vlug. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar in de boog zitten. En de rest, ja, moet je toch zelf doen om goed te kunnen schieten. Dus gewoon oefening. Ja, door meer te trainen, wie beter dat ze eigenlijk vertrouwen in de boog krijgt en wie beter dat ze eigenlijk kan schieten. En ik zie nog, want je hebt toch allerlei elastieken zeg maar om je hand zitten. Waar was toch een van? Dit is gewoon om de boog vast te haaien. Want als je schiet een beetje met open hand, dus dan ligt de boog los in de hand. En als je dan losloopt, ja, dan vlucht je de boog weg. Maar door dit erom te doen, dan heeft de boog altijd nog vast in de hand, dat je de boog niet doet, de hand springt. En dit is gewoon een armleer. Dat is gewoon dat die pees. Op de arm recht en die pees komt even de arm af. Het is gewoon een idee dat de pees zich niet tegen de arm aan komt. Ja, dus gewoon een beetje veiligheid, maar echt nodig hebben voor dat niet. Maar het is gewoon een beetje een veiligheid dat de pees niet tegen de arm komt, want dan kan ook het shot een beetje een afwijking van krijgen. Na de wedstrijden wordt de uitslag bekendgemaakt van het kampioenschap. Er waren twee klassen, de Ierenklasse en de B-klasse. In de B-klasse stond op de derde plaats Beek, op de tweede plaats Elslo en op de eerste plaats Geleen. In de Ierenklasse was Soranus Boekel de grote overwinnaar, neven Geverik en Hunsel.